Allereerst wil ik zeggen hoe ongelooflijk trots wij en iedereen die er is op jullie zijn. Het is echt ongelooflijk. Ik heb echt genoten. En we zijn niet alleen trots vanwege jullie prachtige prestaties, maar ook omdat jullie zo gedreven, vrolijk en ook ontzettend sympathiek zijn. Dat hebben we net ook weer gezien. Ontzettend leuke meiden zijn jullie. En ja, vanaf het begin van jullie sportcarrière zijn jullie toch aan Trias verbonden en aan Hilo. En we hopen natuurlijk dat dat ook nog heel lang zo blijft. Nou, wij gaan jullie huldigen. We hebben een klein presentje voor jullie, maar dat wachten we nog heel eventjes mee, want eerst wil de wethouder nog wat zeggen. Nou, Lisanne en Laura, ik sta hier als een erg trotse wethouder sport. Dat is natuurlijk altijd het mooiste als je als wethouder kunt zeggen, ja, die komen uit Hilo. Dus alsof het heel vanzelfsprekend is. En ik denk eigenlijk is het ook wel een beetje zo, want Joyce Lee zei het al, jullie staan aan het begin van je carrière. En Theo zei net, ja, er kunnen hier wel meer borden komen. Nou, we rekenen gewoon op dat de volgende Olympische Spelen moeten we wel weer opblijven, denk ik. Maar dat hebben we er denk ik wel voor over. Nou, het zal voor jullie ongetwijfeld een enorme belevenis zijn geweest. Los van de wedstrijden zelf, maar ook het de beleven van zo'n Olympisch dorp. Wij horen altijd verhalen. En, maar misschien krijgen we nog een keer de kans om het echt te horen wat er allemaal gebeurt. Want dat is toch wel erg spannend. Nou, het valt even. Nee. Maak het nou niet. Maar, maar goed, als gemeente is het natuurlijk altijd leuk, hè, om te zien van nou, we hebben nou twee vertegenwoordigers en wat betekent dat nou? Nou, en als ik dan hier vanavond kom en ik zie jullie allemaal heel enthousiast, denk ik, ja, dat is nou precies wat we als gemeente ook erg leuk vinden. Dat dat ook een aantrekkingskracht heeft op anderen, op jongeren die denken, hé, dat kan ik ook of dat kan ik sneller of ik doe de 100 meter om te beginnen. En dat vinden wij natuurlijk hartstikke leuk als gemeente, want het is ons, de sport is belangrijk en zeg maar bij sport hoort natuurlijk ook het andere, dat je in beweging bent, dat je gezond bent en dat je gezond blijft. Dus wat dat betreft zijn jullie ambassadeurs voor bewegen en sport in Hilo. En nou, daar wil ik jullie van harte mee feliciteren. Ja, dankjewel. Gefeliciteerd. Ik krijg van ons allebei een dikke kus. We hebben gekozen voor het rood, wit, blauw en het goud. Want van ons verdienen jullie goud. Van harte. Dankjewel. Dan ga ik achter Theo aan. Hé, hey, van harte. En bedankt ook, hè, voor de leuke uren. Dankjewel voor de prestatie. Ja. Nou komt het leuke scheuren en graaiwerk, want we hebben nog een kleine verrassing. En die meiden die mogen een cadeautje uitpakken.